Welkom bij de Game Contenters. Vandaag ga ik een potje FIFA spelen. Kijk gerust mee en geniet van de gameplay. Ik zal vandaag gewoon een klassieke wedstrijdje opstarten. En ik ga vandaag spelen met Pek Zwolle tegen FC Twente. We gaan het spel starten. Hartelijk welkom allemaal. We hebben weer een interessante wedstrijd voor u die over enkele ogenblikken gaat beginnen. Ik ben Siert de Vos en naast me zit Jeroen Gruter. Het is tijd voor een ouderwetse pot Eredivisie voetbal. Dit kan een leuke pot worden, Jeroen. Je weet het nooit voor 100% zeker, maar vandaag ben ik er eigenlijk toch wel van overtuigd dat het een geweldige wedstrijd gaat worden, Siert. Nog steeds met de bal aan de voet. Snijdt naar binnen. Hij neemt de bal op de schoen. De doelman keert die inzet. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Goeie keeper. Hij heeft hem van zo dichtbij op het doel gewerkt. Oh, wat zat hij er goed bij, zeg. Snel, heel snel, bliksemsnel gereageerd op die inzet. Wordt kort genomen. Gaat dit wat worden? Het schot wordt geblokt, toch? Ja, wordt geblokt. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Raakt de bal kwijt na die tackle. Hij gaat verder. Wordt in de 16 gegeven. De tegenstander weet die voorzet te onderscheppen en heeft nu wat tijd. Ah, met zo'n actie verover je inderdaad de bal. Blijft aan de bal. Woehoe. Richting het midden voorgegeven. Ze krijgen die bal maar niet weg. De tegenstander weet hem niet af te stoppen. De doelman weet wel raad keeper, met die kopbal. Beheerst. Gaan ze op zoek naar een voorsprong. De scheidsrechter lette goed op. Dit was inderdaad buitenspel. Misschien had hij hier iets moeten inhouden. Nu is hij te vroeg weg. Rico Strieder. De ruimte ingestuurd. En hij kan doorstomen. Redding, spel gaat verder. Voorzet in de 16. De tegenstander mag ingooien naar die actie. Hij komt verder richting doel. Eens kijken of het wat gaat worden. En dan de voorzet vanaf de vleugel. Het loopt nu goed af. Pek Zwolle. Vindt de ruimte langs de rand van het veld. Daar is het schot. De doelman maakt zich groot. Knappe redding.
maakt een mooie onderschepping bij die paas. Wat bedoel je? Geef me die bal, man. Geef me die bal, man. Geef me die bal. De voorsprong. Ja, zo'n bal heeft de keeper natuurlijk. En de hond van de buren ook. Erg zwakke poging van dichtbij. Ja, maar dat is toch een grote kans. Je zou meer verwachten van hem. En de bal wordt weer snel ingeleverd. Prima. Goed hoe hij ertussen zat. Deze aanval begint er steeds gevaarlijker uit te zien. Nee, die aanval stroomt nu al. Bal bij de tegenstander. Ja, dat getuigt van spel in zich. Voorzet en veel ruimte nu. Kijk, kom! Tegen. Te vaag geneutraliseerd met die actie. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. We gaan de rust in met nog steeds de stand van 0-0. Zo, hey, dat was wel een mooie. Het is nu, we gaan nu de rust in. 0-0. Maar we gaan gelijk even door. Nou, we gaan gelijk starten. Hier zo. Hoppakee. Kick-off, tweede helft. We gaan de wedstrijd vervolgen bij een gelijke stand. Geen idee welke kant het kwartje op zal vallen. Ja, kwartje, dat was in de tijd van de houten gulden. Geen idee welke kant het op gaat. Michel Vlap. Hij komt dichterbij en zal iets proberen te creëren. Ze voeren de druk langzaam op bij de gelijke stand. Kans hier. Inzet wordt gestopt door Lamproe. Niet goed gedekt. Hij is de tegenstander kwijt. Ja hoor, Lamproe heeft hem. Hoekschop wordt voorgegeven. Het gevaar is nog niet geweken. Goed geblokt dat schot. Oh, mooi, zegt die reflex van de doelman. Maar hij had heel weinig tijd, Siert, om op die inzet te kunnen reageren. Goed gedaan. Er komt een wisselspeler in het veld. Voor het doel gegeven. Dat is maar half werk. Gevaar is nog steeds niet geweken. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Hij weet die gevaarlijke paas te onderscheppen. Het is amusant. Het is onderhoudend. Twee ploegen die ongeveer evenveel aan de bal zijn. En ja, ze doen ook leuke dingen. Het enige wat er nog aan ontbreekt, dat is een doelpunt. Wat gaat hij nu doen? Bal bij de tegenpartij. Vergeet u vooral niet te stemmen op de man. Die bal wordt goed onderschept. Je kunt een romantisch diner voor elf winnen. Hij weet het schot tegen te houden. Ja, dan zeg je, gaat er nog wat gebeuren? Of hoe zit dat? Mogelijkheden voor een counter. Nu moet het vervolg komen. De voorsprong, dan nu. Zo, goal! Een vlijmscherpe counter. Genadeloos uitgevoerd. Ja, ja, ja. Sterk doelpunt. Snelle uitbraak. Ja, dan komt die kans eruit en heel mooi afgerond. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. De score is geopend. Het is 1-0.
Listige steekbal. Pakt die bal goed op. En een Zwolfs doelpunt. Doelpunt Beck. Nou, dit is dan toch wel een opmerkelijke treffer. Hè? Ja, die steekpaas, die is briljant. Daar is helemaal niets mis mee. Perfect op maat. En dan is het nog niet zo makkelijk, hoor. De rest gaat niet vanzelf. Maar hoe hier wordt afgerekend met de oppositie en hoe de bal in het doel belandt, dat is echt prachtig. Michel Vlap. Daar krijgen ze de bal weer in bezit. Hij rukt op richting tegenstander. Maar voordat het echt gevaarlijk wordt, is de bal alweer bij de tegenstander. Hij zit er goed tussen bij die pas. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Die bal is een makkie voor de keeper. Nog 15 minuten te spelen in dit duel. Giovanni Troupé. Vlap. En raak ongelooflijk. Door dit doelpunt zit het weer heel dicht bij elkaar. Voor de tegenstander is dit natuurlijk om moedeloos van te worden. Ze krijgen geen enkele vat op de tegenstander. De bal gaat van voet tot voet. Maar vervolgens wordt die speler stevig aangepakt door de verdediging. En eigenlijk is het dan heel knap dat hij zijn evenwicht nog weet te bewaren. Hè? Want het is gewoon ijzersterk dat hij de bal dan toch nog weet binnen te werken. Door die tackle is hij de bal kwijtgeraakt. We gaan de laatste 10 minuten reguliere speeltijd in. Een medespeler helpt hem. En deze om het definitief af te maken. Een goede schotkans, maar de verdediging kan de bal wegwerken. Vervagen neutraliseert met die actie. Hij laat de verdediger achter zich. Goal! Beck Zwolle met het doelpunt. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. En we hebben nu een stand van 3-1. En nummer 6... Mustafa Sala! Blijft goed aan de bal. Hij laat de tegenstander achter zich. Een poging die bal weg te werken mislukt. We gaan 2 minuten blessuretijd spelen en dan wordt er afgefloten. Doelpoging. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Daar klinkt het laatste fluitsignaal. Ze winnen dus in eigen 3-1. Pek Zwolle wint met 3-1. Zoals gewoonlijk. Bedank ik jullie weer voor het kijken naar zo'n spetterende wedstrijd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer. En zoals gewoonlijk, dank voor het kijken en tot de volgende gameplay.